Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 29 december 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Vanavond hebben we Contestia 125 bandbreedte en 8 tonen op 355 hertz zoals gebruikelijk. Daarnaast hebben we straks een SSTV plaatje zwart-wit in BW12. Vandaag geen vervolg op het verhaal over Scheveningen Radio, maar een tweetal niet-amateurverhalen. Veel vaker dan bij de dagelijkse uitzending hebben we bij de wekelijkse uitzending een niet-amateur onderwerp gehad. Op vele verzoek herhaal ik nu een van die onderwerpen. Dat is Bosco, de hond die burgemeester werd. Ik zag het tijdje terug in het programma Monumental Mysteries op Travel Channel. Een item waarvan ik het niet kan laten om even over te schrijven. In het plaatsje Sonol in Californië, VS, dat nooit een burgemeester had gehad, ontstond in 1981 onder de bevolking het idee dat het van belang zou kunnen zijn om toch zo'n vertegenwoordiger van de bevolking te hebben. Tijdens de aanloop naar de verkiezingen ontstond vervolgens in een kroeg bij het gesprek tussen twee mannen het idee om de hond van een van beiden verkiesbaar te stellen. Bosco, de 1 jaar oude Labrador Retriever en Rottweiler mix, was een bekende verschijning in het plaatsje. Zodanig dat menig politicus er jaloers op zou zijn. Het vrolijke, menslievende dier liep vaak zonder eigenaar door het plaatsje en eigenlijk bijna iedereen had het beest wel eens geaaid. En zo werd Bosco niet alleen de eerste 1-jarige ter wereld die burgemeester werd, maar ook de eerste op 4 voeten. Hij versloeg met glans de 2 menselijke kandidaten op de lijst. Het dier kweet zich vervolgens vol overgave van zijn taak. Het liefst door mensen omringd woonde het dier, zoals het ook een menselijke burgemeester betaamt, graag al officiële gelegenheden bij. De bewoners van Sonol vonden het fantastisch en de landelijke media ook. Zeker nadat een Britse krant verslag van de verkiezingen had gedaan, was het dier enige tijd niet uit de media weg te slaan. En zo kwam het dat Bosco 9 jaar later een rol ging spelen in de wereldpolitiek. In 1990 vonden de protesten plaats op het Tiananmenplein in Peking. Chinezen eisten daar meer democratie. In een poging om de belachelijkheid van de democratie en het verkiezingsproces in de VS aan de kaak te stellen, pikte het regime in China de berichten over Bosco op om zo te laten zien dat zelfs de Amerikanen niet met die zware verantwoordelijkheid van de democratie om konden gaan. Dat plan had een averechts effect. Bosco kwam in de wereldpers vervolgens juist naar voren als een toonbeeld van die democratie. Bosco leidde toen de storm daarover weer ging liggen opnieuw gewoon het redelijk anonieme bestaan van de burgemeester van een plaatsje van zo'n 900 inwoners. Hij bleef dat tot aan zijn dood in 1994 en is daarna altijd de enige burgemeester van Sonol gebleven, omdat het plaatsje vond dat niemand in zijn pootafdrukken zou kunnen staan. Sinds 2008 staat er in Sonol een standbeeld van de bijzondere burgemeester. De foto van dit standbeeld is ook te zien op pa0ete.nl. Vandaag ook nog een tweede niet-amateurverhaal. De onafhankelijke republiek Malu Entu. In de zomer van 2008 werd het eilandje Mal di Ventre, een natuurgebiedje van 4 vierkante kilometer aan de westkust van Sardinië, bezet door 5 leden van de actiegroep Partido Independentista Sardo, de partij voor de onafhankelijkheid van Sardinië. De actievoerders riepen op het eilandje de Repubblica Independentista di Malu Entu uit, vertaald de onafhankelijke republiek van de slechte wind. Staatshoofd van het landje was Salvatore Meloni. Net als Stuart Hill bij Forvik verbleef staatshoofd Meloni in een tent op het eilandje. Meloni stuurde vooraf een concept onafhankelijkheidsverklaring naar de Verenigde Naties en naar de voorzitter van het Italiaanse parlement. Gewoonlijk doen Anglo-Saxische landen bij het ontstaan van dit soort micronatie-initiatieven niets. Ze zwijgen de landjes gewoonweg dood, waarschijnlijk in de hoop dat ofwel het enthousiasme ofwel de initiatiefnemers vanzelf uitsterven, zodat ze daarmee op een elegante wijze van een probleem met mogelijke diplomatieke voetangels en klemmen afkomen. Latijnstalige landen treden meestal vrij snel tegen dit soort landjes op, desnoods met geweld, zoals bijvoorbeeld in 1968 bij Rose Island voor de kust van Rimini gebeurd is. Bij Malu Entu was het verblijf van het staatshoofd in het gebied de aanleiding om op te treden. Dit gebeurde op 1 januari 2009 toen een groep beambten van de Republiek Italië, bestaande uit Italiaanse militairen, boswachters en medewerkers van de havenmeester van het plaatsje Oristano, het onafhankelijke eiland op de actiegroep heroverde, tussen aanhalingstekens. De wettelijke basis voor het optreden werd gevonden in de speciale bepalingen die in het natuurgebied gelden. Niet alleen is kamperen er verboden, ook bleek staatshoofd Meloni het door hem veroorzaakte huisvuil niet op de voorgeschreven wijze af te voeren. Een roemloos einde voor het 3/4 jaar bestaande landje dus. Behalve lokaal en in Nederland levert het daarnaast ook nog niet heel veel publiciteit op. Vergeet als je van digitale spraak houdt vanavond om 20:30 niet de D-Star-ronde op XRF088B. Volg nu het SSTV-plaatje in BW12.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS. En 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Bah, wat een rare snijbonen, die zijn amateurs toch allemaal. Zei ik rare snijbonen? Ik bedoel voetzoekers natuurlijk, rare voetzoekers. Weet eigenlijk ook niet wat ik daarmee bedoel.